laufen verschwenden.
De start gaat het hele toernooi al heel goed. Ja, maar ik ben een van de startgroepen die minst klopt. Die breakout. Thank you.
Rijsbeer. Ja, naar beneden. Ja. Ik heb een hokje in de start. Ja. Thank you.
op uw plaatsen.
Dames en heren, van harte welkom bij de vijfde sessie. De halve finale blok en de finales van de para-zwemmers. We zo dadelijk gaan zwemmen en natuurlijk aan het einde daarvan een korte pauze. En dan sluiten we deze dag af met de finales. Wat hebben we op het programma staan? Een 50 meter vrije slag bij de heren. Een dames 100 meter wisselslag. Een 50 meter schoolslag bij de heren. Een dames 50 meter vlinderslag. En heren 50 meter rugslag. En dan komen we op het einde bij een 4x50 meter wisselslag. Senioren open gemengde estafettes. Wat hebben we allemaal gezien al dit toernooi? We hebben een aantal mooie records gezien. Ik licht er even een paar uit. Natuurlijk Giovanni Philipsen, die vanmorgen een nieuw Nederlands record 15 jaar zwom op de 50 meter rugslag. En ook tijdens de jeugdfinale later vanmiddag wederom in actie zal komen. Jint Engelsen, Nederlands junioren record gezwommen gisteren op de 50 meter rugslag. 28,87 is toen de tijd die zij neerzette. En Philipsen, die dus vanmorgen die 50 rugslag zwom, zwom gisteren op de 100 meter wisselslag een nieuw Nederlands junioren record in een tijd van 57,52. Dan zijn er natuurlijk in deze middagsessie ook nog punten te verdienen. Punten voor het klassement. De tussenstanden die hebben we vanmorgen opgenoemd en die zijn nog onveranderd. Je kunt die ook vinden op de livetiming. Daar staan de puntenaantallen en die kunnen zowel gezommen worden tijdens de finales als de halve finales. De snelste tijd daarvan die geldt. En dan gaan we eens kijken naar de meisjes. En dan zien we daar een top 4 zich aftekenen die iets voor de anderen uitsteken. En dat is 1228 punten voor Floor Hogevorst. In het Engelse 1336 punten, de derde positie daar. Megan Jonkman 1382 punten. En Mare Schallenberg die heeft daar 1973 punten. We gaan zo dadelijk natuurlijk beginnen met de juryopmars. Je ziet nog wat mooie beelden ook op het scorebord staan. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in. We gaan zo dadelijk aanvangen met dit halve finale blok. En dat doen we natuurlijk met de opmars van onze jury, begeleid door uw applaus. Dames en heren, uw scheidsrechter bij de heren, Carina van Holst, Pellekaan. Scheidsrechter bij de dames, Robert van Vuren. Starter bij de heren, Jaap-Jan Epema. En starter bij de dames, Theo Domen. Officials, u mag uw plaatsen innemen. En dan gaan we naar het scorebord. Samen brengen we heel Rotterdam in beweging. Met meer dan 180 sportlocaties. De perfecte ondergrond voor elke sport en elke sporter. Van beginner tot pro.
met onze ondersteunende diensten die alle locaties in topvorm brengen en houden. Met onze sportregisseurs die met je meedenken over sport en met betere communicatie en zichtbaarheid door heel de stad. Maar we krijgen heel de stad, vooral in beweging, door samen te werken. Medewerkers van het sportbedrijf, de sportaanbieders van Rotterdam, al onze partners en stakeholders. En alle sporters en sportverenigingen. Alleen samen kunnen we deze sportieve uitdaging aangaan. Alleen samen maken we van deze wereldstad de mooiste sportstad van Nederland. Ben je er klaar voor? Welkom bij deze halve finale sessie van de Nederlandse kampioenschappen sprint 2023. Op uw plaatsen. Eerste halve finale, heren, 50 meter vrije slag. Op baan 8 voor de zwemvereniging Hoogland, Bas Dries. Op baan 7 voor de duinkikkers, Selem Iheb Selem. Op baan 6 voor PSV, Koen de Groot. Op baan 5 voor de Dolfijn, Jesse van der A. Op baan 4 voor Blue Marlins, Brendan van den Berg. Op baan 3 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Thomas Verhoeven. Op baan 2 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Ensger Kotterink. En op baan 1 voor Hellas Glana, Niels de Boer. Plaatsen. Tijdens deze eerste halve finale de lichte voorsprong voor Brendan van den Berg in baan nummer 4 en Jesse van der A in baan nummer 5. Van den Berg als eerste bij de muur in een tijd van 22.07. Tweede tijd voor Thomas Verhoeven, derde tijd voor Jesse van der A. Tijden zijn officieel. We gaan verder met de tweede halve finale, heren 50 meter vrije slag. Op baan 8 voor Hellas Glana, Lars van der Heijden. Op baan 7 voor Next Line Swimming, Stan de Zwart. Op baan 6 voor Blue Marlins, Michael Smink. Op baan 5 voor WVZ, Sean Niewold. Op baan 4 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Perry Laarhoven. Op baan 3 voor PSV, Stan Pijnenburg. Op baan 2 voor Blue Marlins, Jeroen Baars. En op baan 1 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Ivo Stolk. Op uw plaatsen.
Bij het keerpunt was het dan Niewold in baan nummer 5, die net iets sneller keren, maar nu in baan nummer 3 naar ronde waterfase. Stam Pijnenburg die de leiding heeft gepakt. Niewold in tweede positie en Larenhoven in de derde positie op naar de muur. Is het dan Jan Niewold in 22.03 die als eerste bij de muur is. Hij is sneller dan zijn persoonlijke recordtijd van 22.06. 300ste van een seconde. De tweede tijd voor Pijnenburg hier en de derde tijd voor Larenhoven. Tijden zijn officieel. We gaan naar de summary. De snelste 8 die door zijn naar de finale. En dat zijn De Groot, Smink, Larenhoven, Van der A, Verhoeven, Van den Berg, Pijnenburg en Niewold. En zij verdienen uw applaus. Afmelden voor de finales kan tot 30 minuten na einde van de halve finales. Wij gaan verder met de dames 100 meter wisselslag parazwemmers. Op baan 6 voor Batavia Swim, Gwinnett van der Spek. Op baan 5 voor WVZ, Milou van Winkel. Op baan 4 voor de krabben, Suzy Bellis. En op baan 3 voor de otters het gooi, Jenna Gorter. Dit is de dames 100 meter wissels parafinale. Op uw plaatsen. En dan is het natuurlijk een para-finale en dat betekent dat het om de punten gaat. En in de banen 4 en 5, Suzy Bellis en Milou van Winkel. Zij komen bij de muur, maar ze zijn in een andere klasse. We zien daar voor Milou van Winkel 577 para-punten en voor Suzy Bellis 702 para-punten. Dames zwemmen ook mooie persoonlijke records. Morgen zon Milou van Winkel al 3 seconden eraf en nu doet ze daar een schepje bovenop. Jenna Gorter komt bij de muur in een tijd van 1.36.36 en zwemt ook sneller dan ze vanmorgen in de series deed, terwijl dat ook al een dik persoonlijk record voor haar was. 357 punten voor Gorter en daar komt Gwinnett van der Spek in een tijd van 1.52.56, wederom een PR en 350 parapunten. Tijdens een officieel, we zien dat 702 het hoogste puntenaantal is. Uw applaus voor de Nederlandse parakampioene Suzy Bellis. Dan gaan we verder met de dames 100 meter wisselslag, eerste halve finale. Op baan 8 voor Nuenen, Robin Goossens. Op baan 7 eveneens voor Nuenen, Nikita van den Oude. Op baan 6 voor de Dolfijn, Hanna Karijnen. Op baan 5 voor Dedemsvaart AC, Ismee Lichtendonk. Op baan 4 voor VZC, Silke Holkenborg. Op baan 3 voor VZC, Marjolein Delno. Op baan 2 voor Blue Marlins, Lynn Blommers. En op baan 1 voor ZVVS, Carlijn Offeringa.
uw plaatsen. De leiding gaat in baan 4, Silke Holkenborg, maar op de rugslag wordt ze in de laatste meters voorbij gezommen door Ismee Lichtendonk. Lichtendonk 28-51, Silke Holkenborg 28-82. De beide dames zijn sneller dan dat ze vanmorgen in de series waren en toen zetten ze al een nieuw persoonlijk record neer. Dat deden ze allebei. Silke Holkenborg dook daarbij onder de 1 minuut en 3 seconden. En nu op de schoolslag ligt het daar naast elkaar. Marjolein Delno doet ook mee vanuit baan nummer 3 en heeft zelfs de lichte voorsprong op Holkenborg. Maar nu komt Holkenborg daar iets voorbij. Holkenborg zwemt naar de eerste positie toe en op naar de muur is het Silke Holkenborg die als eerste aantikt in een tijd van 1:02.78. Tweede tijd voor Ismee Lichtendonk, 1:03.00 en 1:03.15 is dan de derde tijd voor Marjolein Delno. Mooie tijden hier voor Lichtendonk en Holkenborg, beide een persoonlijk record. De tijden zijn ook officieel. En dat betekent dat we verder gaan met de dames 100 meter wisselslag, tweede halve finale. Op baan 8 voor de dolfijn Amber Celie. Op baan 7 voor VZC Bridget Vermeer. Op baan 6 voor Bloem Harlins Merels Gravendijk. Op baan 5 voor de dolfijn Kinge Zandringa. Op baan 4 voor Feyenoord Albion Zwemclub Tessa Giele. Op baan 3 voor de dolfijn Femke Hoppenbrouwer. Op baan 2 voor TRB RES Hanna Schellekens. En op baan 1 voor ZVL 1886 Silke Molendijk. Op uw plaatsen. Aan de leiding vanuit baan 5 Kinge Zandringa, Femke Oppenbrouwer in de tweede positie bij het keerpunt rugcross schoolslag. Kinge Zandringa 28-63, Femke Oppenbrouwer 28-73. Derde positie voor Tessa Giele 29-40 en zij komt nu naar voren terwijl we kijken naar de schoolslag. Tessa Giele naar de tweede positie toe en komt dan in de buurt van Zandringa. Bij het keerpunt naar de schoolslag, vrije slag, zien we dat het bijna gelijk is. Een Giele die het net iets snellere draai heeft. Tessa Giele pakt dan nu de leiding op de vrije slag. En hier zien we Kinge Zandringa in de tweede positie. De derde positie is voor Merels Gravendijk vanuit baan nummer 6. Op naar de muur, Tessa Giele in 1:02.38. Kinge Zandringa 1:02.77, de tweede tijd. En de derde tijd is voor Merels Gravendijk 1:03.51. Uitslag is officieel. We gaan naar de snelste 8 dames die door zijn naar de finale. En dat zijn Karijnen, Blommers, Schravendijk, Delno, Lichtendonk, Holkenborg, Zandringa en Giele. En zij verdienen uw applaus. We gaan verder met de heren 50 meter schoolslag, eerste halve finale. Op baan 8 voor ZPCH, Lucas Douma.
op baan 7 voor Feyenoord Albion Zwemclub Kenan Turus. Op baan 6 voor Blue Marlins Michael Smink. Op baan 5 voor Blue Marlins Brendan van den Berg. Op baan 4 voor PSV Koen de Groot. Op baan 3 voor Feyenoord Albion Zwemclub Perry Laarhoven. Op baan 2 voor Nuenen Lars Dies. En op baan 1 voor Blue Marlins Rick Bulman. Ligt een voorsprong bij het keerpunt is een voor Koen de Groot in baan nummer 4 vanmorgen 27-39. Som een kampioenschapsrecord daarmee, maar één serie daarna pakte Casper Leeuw zijn oude kampioenschapsrecord weer terug. Het nieuwe record is 27-34 en hier komt Koen de Groot bij de muur in 27-33 en dat is een nieuw kampioenschapsrecord! De tijden zijn officieel. We gaan verder met de heren 50 meter schoolslag, tweede halve finale. Met op baan 8 voor VZC, Tom Delmo. Op baan 7 voor Nuenen, Alexander Nijst. Op baan 6 voor PSV, Stan Pijnenburg. Op baan 5 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Ensger Kotterink. Op baan 4 voor ZPC Amersfoort, Casper Leeuw. Op baan 3 voor Nuenen, Max Peters. Op baan 2 voor WVZ, Sean Niewold. En op baan 1 voor Nuenen, Luc Smits. Ja, en tijdens deze 50 meter schoolslag was het dan stuivertje wisselen met het kampioenschapsrecord. Hij was van vorig jaar van Casper Leeuw, toen met die van Koen de Groot, toen weer van Casper Leeuw, nu van Koen de Groot. Nieuwe recordtijd 27-33. Dat is de uitdaging voor Casper Leeuw in deze halve finale. Hij heeft daar de lichte voorsprong ten opzichte van Stan Pijnenburg. Terwijl we op naar de muur gaan, dan zien we daar de tijd van 27-35. 200ste van een seconde dus boven dat nieuwe kampioenschapsrecord. Maar wellicht dat we dat nog naast elkaar zien in de finale. En dat wordt natuurlijk hartstikke spannend. Tweede tijd voor Stan Pijnenburg en de derde tijd voor Ensger Kotterink. Tijdens een officieel, we gaan naar de summary. De snelste 18 door zijn naar de finale. En dat zijn Peters, Laarhoven, Niewold, Van den Berg, Kotterink, Pijnenburg, Leeuw en De Groot. En zij verdienen uw applaus. Wij vervolgen het programma met de dames 50 meter vlinderslag parafinale. Met op baan 5 voor de krabben Suzy Bellis. Op baan 4 voor WVZ Milou van Winkel. Dit is de dames 50 meter vlinderslag parafinale. Plaatsen.
Midou van Winkel zwemt in de categorie S14 en Susie Pedis zwemt in de categorie S9. En dat betekent dat de volgorde van aankomst niet per se de uitslag is, want het gaat om die punten. En dat weten we pas. In ieder geval zien we ze wel bij elkaar in de buurt liggen. De voorsprong dan Milou van Winkel en Susie Pellis zwom terug naar voren. Bij de muur zien we dan Milou van Winkel 25-19 en Susie Pellis 35-09. Van Winkel 542 punten en Susie Pellis, we zien ook dat het officieel is, met 632 punten de nieuwe Nederlandse parakampioene Susie Pellis. Wij vervolgen het programma met de dames 50 meter vlinderslag, eerste halve finale. Op baan 8 voor Bloemarins, Merels, Gravendijk. Op baan 7 voor Hellas Glana, Chantal, Zende. Op baan 6 voor De Dolfijn, Amber, Celi. Op baan 5 voor TRB RES, Hanna, Schellekens. Op baan 4 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Tessa Gielen. Op baan 3 voor De Dolfijn, Femke Hoppenbrouwer. Op baan 2 voor Hellas Glana, Judith Houtvast. En op baan 1 voor Blue Marlins, Babette van der Kaai. Op uw plaatsen. Deze 50 meter vlinderslag gaat Tessa Gila aan de leiding. Nog maar net uit het water. En hier alweer met de lengte voorsprong ten opzichte van de andere dames. Tessa Gila komt bij de muur in 27-28. Tweede tijd voor Amber Celi, derde tijd voor Chantal Zende. En de tijden zijn ook officieel. Wij gaan verder met de dames 50 meter vlinderslag, tweede halve finale. Met op baan 8 voor ZPC Amersfoort, Marin Wieling. Op baan 7 voor ZVVS, Carlijn Offeringa. Op baan 6 voor Dedemsvaart AC, Ismee Lichtendonk. Op baan 5 voor PSV, Nienke Jonk. Op baan 4 voor De Dolfijn, Kinge Zandringa. Op baan 3 voor Dedemsvaart AC, Manon Kompanjer. Op baan 2 voor VZC, Silke Holkenborg. Op baan 1 voor VZC, Marjolein Delno. Met keerpunt is het dan Kinge Zandringa die de voorsprong heeft. Na de onderwaterfase heeft ze die nog steeds. In de tweede positie is het dan Manon Kompanjer in baan 3 en de derde positie voor Nienke Jonk in baan 5. Hier Kinge Zandringa bij de muur in 26-60. Tweede tijd voor Kompanjer en de derde tijd is hem voor Nienke Jonk. 26-60 is de snelst gezommen tijd. U ziet de uitslagen van deze tweede halve finale op het scorebord. En we gaan verder met de snelste 8 die door zijn naar de finale. En dat zijn Zende, Celi, Delno, Holkenborg, Jonk, Gielen, Kompanjer en Zandringa. En zij verdienen uw applaus. Wij vervolgen het programma met de heren 50 meter rugslag, eerste halve finale.
Met op baan 8 voor de ZNPC Zegenwerp, Rick van Hamond. Op baan 7 voor Blue Marlins, Michael Smink. Op baan 6 voor Hellas Glana, Niels de Boer. Op baan 5 voor Nextline Swimming, Stan de Zwart. Op baan 4 voor Blue Marlins, Jay de Vries. Op baan 3 voor WVZ, Sean Niewold. Op baan 2 voor De Dolfijn, Bjarne van Oort. En op baan 1 voor TRB RES, Melvin Prins. Vanmorgen de snelste Jay de Vries, houder van het Nederlands jeugdrecord ook. Dat hij neerzet in 2021 en hij gaat hier aan de leiding in deze 50 meter rugslag eerste halve finale. Jay de Vries komt bij de muur in een tijd van 25.01. Tweede tijd hier voor Niels de Boer in 25.33, een mooi persoonlijk record. En de derde tijd is er voor Sean Niewold in 25.38, die daarmee ook een PR neerzet van 300ste van een seconde. Uitslagen van deze eerste halve finale zijn officieel. Wij gaan verder met de heren, 50 meter rugslag, tweede halve finale. Op baan 8 voor Blue Marlins, Ivo van Dijk. Op baan 7 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Sjoerd van Wilde. Op baan 6 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Ivo Stolk. Op baan 5 voor Feyenoord Albion Zwemclub, Ensger Kotterink. Op baan 4 voor De Dolfijn, vanmorgen in een nieuw kampioenschapsrecord, Joep Hoogewerf. Op baan 3 voor Nuenen, Luc Smits. Op baan 2 voor PSV, Stan Pijnenburg. En op baan 1 voor de ZVVS, Niels Dijkshoorn. In deze tweede halve finale dus Joep Dijkshoorn vanmorgen een nieuw kampioenschapsrecord van 24-31 en nu hier op naar de muur in de tweede halve finale 24-58. Tweede tijd voor Pijnenburg in 25.04 en de derde tijd voor Ensger Kotterink in 25.30. Tijd van Hogewerf is ook de snelste zomertijd in deze halve finales. We zien dat de uitslag ook officieel is en de snelste 8 die door zijn naar de finale zijn Stolk, Smits, Niewold, De Boer, Kotterink, Pijnenburg, De Vries en Hogewerf. En zij verdienen uw applaus. Wij gaan verder met de gemengde 4x50 meter wisselslag estafette. In serie 1 op baan 7 Zwemlust Den Hommel. Op baan 6 Dedemsvaart AC. Op baan 5 Feyenoord Albion Zwemclub. Op baan 4 ZPCH. Op baan 3 ZPC Amersfoort. Op baan 2 ZPC Woerden. Op baan 1 Steenwijk 1934.
uw plaatsen. Meter aan de leiding, Feyenoord Albion Zwemclub in 27-27, Amersfoort 27-63 en Steenwijk 1934 in 29-27. De twee teams die vooraan liggen hebben nu allebei een dame ingezet, Amersfoort Sophie Favot en Albion Anne Dekker. Lichte voorsprong voor Sophie Favot en ZPC Amersfoort in baan nummer 3. Ze komt bij de muur in een tijd van 32-65 en opgeteld is dat dan 1-0-0-28. Tweede positie nu voor Steenwijk 1934, 1-1-78 en de derde overnametijd is voor ZPCH in 1-1-99. ZPC Amersfoort met de vlinderslag Velp van het Land, daar de voorsprong. Amersfoort neemt over in 1-26-66, van het Land zwemt 26-38. Vera Wassink moet het dan binnenhalen voor Amersfoort in baan nummer 3. Daar komt voor de ZPCH Thomas Vastenhout nog wat naar voren zwemmen. En Feyenoord Albion Zwemclub Eloisa Gomez Delgado in de derde positie, maar die moeten tegen mannen opnemen. Maar de eerste aantik is voor Amersfoort in 1-54-25. De tweede aantik voor ZPCH in 1-55-03. En de derde aantiktijd is er hier voor Demersvaart AC met 1-55-55. We zien een disqualificatie voor Feyenoord Albion Zwemclub. Tijdens een officieel van deze eerste serie. Dat betekent dat we zo direct verder gaan met serie nummer 2. In de tweede serie op baan 8 ZVL 1886. Op baan 7 OESA. Op baan 6 WVZ. Op baan 5 De Dolfijn. Op baan 4 VZC. Op baan 3, Nextline Swimming. Op baan 2, Dedemsvaart AC. En op baan 1, De Duinkikkers. Nextline Swimming, Lars Minnaert aan de leiding, 26-45. De Dolfijn, 27-42. En de derde overname voor Dedemsvaart AC in 28-35. De voorsprong van Nextline Swimming wordt uit handen gegeven aan Dedemsvaart AC, Dennis Mosterman, die daar zwemt voor zijn team. Mosterman voor Dedemsvaart AC komt bij de muur in een tijd van 31-40, in totaal 59-75.
Mijn ontcompagnier behoudt de voorsprong voor Dedemsvaart AC in baan nummer 2. In tweede positie is nu gekomen WVZ in baan nummer 6. Bij de muur is daar op 150 meter Dedemsvaart AC in 1.27.04. 27.29 is dan de rondetijd van Compagner. En Gijs Vrieling die het dan mag afmaken voor Dedemsvaart AC. Maar daar in baan nummer 6 komt WVZ in de buurt met Björn Rijkaard. Die daar nog wel de achterstand heeft van een paar meters weg te werken. Hij heeft een hoger slagtempo, maar bij de aantik zien we het dan. En dan zien we Dedemsvaart AC als eerste finishje in 1.51.90. 1.52.32 is de tijd van WVZ en de derde tijd voor de Dolfijn. In 1.53.75 naar Noor-Roelofs toetser knap naar voren gezommen nog in de laatste 50 meter. Wacht nog even op de officiële uitslag van deze tweede serie 4x50 meter wisselslag estafette. En dan zien we een disqualificatie voor de Dolfijn. Tijden zijn verder officieel. We gaan verder met de derde serie. Serie 3. Met op baan 8. Nuenen. Op baan 7. PSV. Op baan 6. De Dolfijn. Op baan 5. Feyenoord Albion Zwemclub. Op baan 4. De Dolfijn. Op baan 3, Blue Marlins. Op baan 2, Hellas, Glana. En op baan 1, ZPC, Amersfoort. We zijn begonnen en de voorsprong is hier gepakt door Joep Hogewerf en het gat is geslagen met Feyenoord Albion Zwemclub in baan nummer 5. En dan zien we in tweede positie baan 3 Blue Marlins, Jay de Vries daar naast Hogewerf. En het is dan hier de Dolfijn die als eerste overneemt in 24.46. En dan de Blue Marlins in 24.71 in tweede positie. Derde positie voor de Dolfijn in 25.65. Blue Marlins heeft hier nu de snellere overnametijd, 51.95, tweede positie Amersfoort in 53.70 en de derde overnametijd voor de Dolfijn in 53.99. Voorsprong is hier nu nog altijd voor Blue Marlins in baan nummer 3, Megan Jonkman. Die daar dan bij de gele muur komt. En dat doet Jonkman in een tijd van 1.19.13.27.18. Is dan daar haar tijd. Dan kijk ik ook even naar het kampioenschapsrecord. Sprint 1.45.88. Staat op naam van ZPC Amersfoort uit vorig jaar. Daar nog een paar meter te zwemmen. En de voorsprong voor Blue Marlins voor Lim Blommers. Maar daar komen Perry Laarhoven en Jesse van der A opgezet in de laatste meters. En dan zien we bij de aantik dat het is Feyenoord Albion Zwemclub. Die als eerste finisht in een tijd van 1.44.58. En dat is een nieuw kampioenschapsrecord.
Dolfijn de tweede tijd 1.44.84 en de derde tijd voor Blue Marlins in 1.44.91. Alle drie onder die kampioenschapsrecord gezommen. De tijden zijn officieel. We gaan naar de summary om te zien wie de Nederlands kampioenen zijn. Het kan niet anders. 1.44.58 in de nieuw Nederlands kampioenschapsrecord. Feyenoord Albion Zwemclub. Dan maken wij het bad gereed voor de eerste ceremonie protocolair. De ceremonie en protocolair van de programmanummers 118, 122 en 26. Een vriendelijk verzoek dan ook aan de medaillewinnaars om zich te komen melden, inclusief de medaillewinnaars van programma 26, dus de estafette die nu gezongen heeft. Ceremonie en protocolair. De medailles die worden uitgereikt door Dick Bronder, jarenlang coach bij Blue Marlins. Ceremonie programma nummer 118, de dames 100 meter wisselslag para-zwemmers. Derde is daar geworden in een tijd van 1.36.36 en 357 para-punten voor de Otters het Gooi, Jenna Gorter. Tweede in 1.16.87 en 577 punten voor WVZ, Milou van Winkel. En de winnaars om 1.16.91, 702 parapunten voor de krabben, Suzy Bellis.
Ceremonie protocolair bij de dames 50 meter vlinderslag parazwemmers. De winnares som 35-09 met 632 punten voor de krabbe Suzy Bellis. Ceremonie protocolair gemengde 4x50 meter wisselslag estafette. Derde is geworden in 1.44.91 Blue Marlins. En Blue Marlins werd vertegenwoordigd door Jay de Vries, Brendan van den Berg, Megan Jonkman en Lynn Blommers. Tweede is geworden in 1.44.84 de Dolfijn. En de Dolfijn werd vertegenwoordigd door Joep Hogewerf, Hanna Karijnen, Kinge Zandringa en Jesse van der A. En de winnaars in 1.44.58 naar een nieuw kampioenschapsrecord. Feyenoord Albion Zwemclub. Feyenoord Albion Zwemclub werd vertegenwoordigd door Tessa Gielen, Fenna de Groot, Thomas Verhoeven en Perry Laarhoven. En al deze medaillewinnaars verdienen natuurlijk uw applaus. Dan danken wij de heer Bronder voor het uitreiken van de medailles. En maken wij ons gereed voor het finale programma dat zal aanvangen om 5:30.